17 januari 2014. Vandaag opent burgemeester Van der Laan van Amsterdam het eerste parenthouse ter wereld hier op Eiburg. Het idee van een parenthouse is dat bij een echtscheiding de vertrekkende ouder toch dichtbij de kinderen kan blijven wonen om zich als zodanig met de opvoeding te kunnen blijven bemoeien. U was de eerste bewoner hier in het huis. Bevalt het u? Het bevalt heel goed. Ja, je ziet het, een ontzettend mooi huis. Ja. We hebben het heel gezellig met z'n drieën. Ja. Kinderen zijn tevreden, dus wat wil je nog meer? Ja, dat het langer duurt, dat het niet een jaar duurt, maar ach, dat wisten we van tevoren. Mag je een jaar zitten, het is een doorstroomhuis, dus over een half jaar, ik zit er nu een half jaar, over een half jaar moet ik weer wat anders hebben. Dus als je nog wat weet op Eiburg. Nou ja, er staat genoeg leeg. Ja, leeg. Allemaal duur. Ja, precies. Ja. Welkom in het Dankjewel. Penthouse, het eerste ter wereld. Fantastisch. Burgemeester, ik wil u namens de Parents House Commissie zeer hartelijk welkom heten hier in dit huis, in het Parents House. Het, heb ik dan wel begrepen, eerste huis zelfs in Nederland. Ik vind het een fantastisch initiatief. Daar wil ik een paar woorden over zeggen. Jullie zijn dus nu het bekendste woongroepje van Nederland, hè? Dat is wel duidelijk. Het feit dat er in een nieuwe wijk als Eiburg mensen echt scheiden, geeft aan dat Eiburg een normale wijk is. En ook normaal, maar dan tussen aanhalingstekens, is dat sommige bewoners een beetje last van de not in my backyard, niet in mijn achtertuin mentaliteit hebben. En die is ook meegenomen naar dit eiland. Dus het is een hele normale buurt. De vorige beoogde locatie, ik weet niet of u het weet, ik ga er ook echt niet te veel over zeggen. Schrik niet, dominee Visser. Maar die vorige locatie, de beoogde locatie, die kreeg zoveel juridische tegenstand. Omdat de bewoners vreesden dat hun huis minder waard zou worden. Daardoor moest worden omgezien naar een ander huis. Je had natuurlijk ook omgekeerd kunnen redeneren. Je huis wordt meer waard als je weet, als ik ga scheiden, dan is er een huis voor gescheiden ouders. Maar goed, zover is het niet gegaan. En ook had je kunnen denken, laat mij maar wat toleranter zijn. Maar goed, zo mocht het niet zijn. Okay. Ik doe het met... Het is een voorrecht om dit... Nou, we moeten maar een glaasje drinken, vinden jullie niet? We zijn ook... Hoi. Hey, jij ook. Proost. Appelsapje voor jou. Zou het ook iets zijn voor de gemeente om dat zelf uit te gaan voeren? Nou, ik ben niet bang om de overheid te laten optreden met mensen van het college en de gemeenteraad. Maar dingen gaan pas echt lopen als de samenleving het voor elkaar kan krijgen. Dus de woningbouwvereniging die hier meewerkt, het stadsdeel, de juristen die toeschieten om te helpen van Boek on de Ree. Het is beter als iets zo goed is dat het automatisch rugwind krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet kunnen helpen. En waar we kunnen, zullen we helpen. Marlon, jij bent ook bewoner van het huis. Voldoet het aan jouw behoeften? Ja, het voldoet zeker aan mijn behoeften. Ik kan nu dicht bij mijn zoon wonen en dat maakt de routing en de organisatie gewoon ideaal. Dan heb ik begrepen dat jij de enige van Eiburg bent. Ja, dat heb je goed begrepen. Ja. Wij hebben natuurlijk altijd vanaf het begin gezegd, we zitten op Eiburg, dus allereerst komen de Eiburgers in aanmerking. We hadden 21 mensen toen het huis geopend werd eind juli. Toen is die lijst keurig afgewerkt in volgorde van aanmelding. Toen bleek dat een aantal mensen een oplossing hadden gevonden. En een aantal mensen, tot ons grote spijt, konden niet voldoen aan de wens die wij hadden. Namelijk dat ze dus die €400 konden betalen. En dat snijdt mij tot op heden nog steeds door de ziel. Want eigenlijk moet je die mensen ook helpen. Alleen, ik heb daar het geld niet voor. Een wereldprimeur. Parent House 2 en 3 wordt al in de wandelgangen genoemd. Ja, ja, ik ontvang mails en telefoontjes en sms'en. En daar zitten ook hele leuke bij. Van woningbouwvereniging die zegt van nou, wij willen toch eens even mee gaan doen. Er is wel een heel stuk warmte en sympathie. Ja, en dat is eigenlijk de voorwaarde om weer met elkaar straks op een positieve manier om tafel te gaan zitten. Het Parent House is geopend. Het was een succes, net zoals dat het Parent House dat zelf is. We houden u op de hoogte van de opening van de Parents House 2 en 3.